Nou, hier zie je dat een wild zwijn of wilde zwijnen een behoorlijk hebben staan vroeten. En ik ga eens kijken of ik wat kan vinden of er nou één of meerdere dieren zijn geweest. Juist het spoor zoeken is ook het vertellen van verhalen en mensen meenemen en hun fantasie een beetje prikkelen. Als ik zwijn zou zijn en ik zie zo een beetje de snuitrichtingen, hebben ze van daar naar daar gewerkt. En dat klopt ook wel met de sporen, met de prenten. Maar die staan ook in die richting. Ja, met een beetje fantasie, twee zwijnen zo naast elkaar, hebben hier lopen vroeten. Zijn daarheen gegaan, zijn daar opgehouden en dachten, oh, daar aan de overkant is misschien ook nog wel wat te halen. Overgestoken en zijn eigenlijk daar verder gegaan. Ik probeer een beetje als zo'n dier te denken. Van waar zou ik gaan zitten, waar zou ik gaan liggen, waar zou ik gaan lopen? Waar zou ik mijn geur achterlaten? Wat is een markante plek voor mij om te laten weten dat ik er ben? Je moet eigenlijk je dier worden. Dus je moet het dier worden waar je naar op zoek bent.